Ik nodig heel graag Ad van Assel hieruit voor de hommage aan Adrie Wouters. Goedenavond, dames en heren, meisjes en jongens, sportkampioenen, allemaal winnaars. Winnaars van het jaar 2015. En toch was er ook verlies. Verlies van een van de grootste sportmensen die Zundert ooit gekend heeft. Een sportman in hart en nieren. Iemand met het hart op de juiste plaats. Wij hebben dit jaar afscheid moeten nemen van Adrie Wouters. Een groot sportman. En dat blijkt niet uit zijn geweldige zegenlijst. En dat blijkt niet uit zijn geweldige prestaties. Maar hij houdt altijd over de koers. Dat was zijn passie. Hij wilde later ook wielrenner worden. Later is hij thuis gaan werken in de tuinderij. En eerst gaan voetballen bij Moerse Boys. Maar hij wilde wielrenner worden. Maar als hij dat ter tafel bracht, dan zei pa: Adrie, daar hebben wij geen tijd voor. Er moet gewerkt worden. Dat was ook op die tuinderij, moest gewerkt worden. Er moesten 8 monden gevuld worden. En wij hebben geen geld voor een racefiets. Nou, die racefiets die heeft Adrie stilletjes, beetje bij beetje, heeft hij die bij elkaar gesprokkeld. En hij is toch gaan fietsen. 1, 2, 3. Misschien wel 5 keer, dan weten ze niet, want ze hebben de berg nog nooit gezien. Maar ze gaan dat wel doen. En ze gaan daar heel veel geld voor ophalen. Ze gaan strijden om te bestrijden. Strijden om te bestrijden. Dat gaan ze doen. En Al Dues oprijden, dat doen meer Zundertse mensen. Dit is het team van Atuzes die straks de Alp op gaan rijden. Maar hun zijn daar niet alleen, dat doen meer Zundertse mensen. Er zijn ook mensen die dat te voet doen. Die gaan de voet Al Dues op. 1 keer, 2 keer. En fietsen 4, 5, 1, 2. Maar er zijn ook mensen in Zundert die de Mont Ventoux opgaan. En dat doen ze voor een bestrijding van een andere zeer bedreigende ziekte, MS. En die gaan dat ook te voet doen. 1 keer, 2 keer. En die fietsen erom op. Als het kan, 3 keer op 1 dag langs 3 verschillende kanten. De prestatie van je welste. Die mensen die moeten daar maanden voor trainen. Maar ze moeten allerlei festiviteiten op touw zetten om dat hele veel geld bij elkaar te krijgen om te kunnen strijden, om te bestrijden. En ik vind dat die mensen vanaf volgend jaar in het Sportgala Nieuwe Stijl een plaats verdienen op dit podium. Ik dank u voor uw aandacht. Ja, dank u wel.